Emilia Piers, je bent van Tata IT of TCS. En wat vond je aan van de opening? Ik vond het spectaculair. Ja. Leuke DJ ingevlogen, dat kost een paar centen, maar dan heb je wat. Hey, wat voor diensten doen jullie als Tata zeg maar IT voor Vodafone? Vodafone Ziggo? Ja, wij leveren diverse IT-diensten in de Vodafone-organisatie in Europa. Ja. En bij Vodafone en Ziggo Nederland, daar moeten we nog beginnen. Maar andere landen zijn wel druk bezig. Ja. En dat Tata ICT, zeg maar, hoeveel mensen werken daar? In Nederland zijn we 10.000 mensen die voor Nederlandse klanten werken. Ja. En wereldwijd zijn wij 410.000 man groot. 410.000 mensen. Dat hebben wij niet meer, dat soort bedrijven. Dat is echt gewoon van, we doen dat lean and mean, maar daar hebben ze nog echt wat mensen. Vorig jaar namen wij 20.000 nieuwe mensen aan. Voor een kwartaal. 20.000. Oh, ja. En jullie zitten dus voor Liberty Global, werken jullie zeg maar voor Vodafone. Wat voor een soort diensten moet ik dan aan denken? Het heeft allemaal te maken met de zogenaamde OSS, BSS dienstverlening. Die is nodig hebben. Daar leveren wij de IT-diensten voor. We zijn heel druk bezig bij Virgin Media in Engeland, wat onder andere ook een onderdeel is van Liberty Global. Ja, we horen erbij. We zitten lekker door te praten. Ja. En hoe gaat het met jullie hier in Nederland? Boven verwachting goed. Wij groeien met dubbele cijfers ieder jaar. We hebben zeer tevreden klanten. We staan al 4 jaar op rij op nummer 1 bij de klanttevredenheid van Europese klanten. En de Indiaanse mentaliteit en de Nederlanders die kunnen wel wat met elkaar. Want natuurlijk als je iemand in een corporate omgeving vraagt hoe gaat het, dan gaat alles fantastisch. Maar als je kijkt over die mentaliteiten, zeg maar, hoe dat samen gaat. Ja, het heeft te maken met verschillen in culturen. Ja. Zolang je respecteert dat er een cultuurverschil is en je daar werkt om bij elkaar te komen, gaat het uitstekend. Maar je moet je realiseren dat er verschillen zijn. Ja. Waar kom jij vandaan? Wat heb je hiervoor gedaan? Hiervoor bij KPN en bij EDS. Dus ik heb een IT en telecom achtergrond. Ja. Oké, dus dan kun je ook wel een verschil eigenlijk. Hoe functioneert dat bedrijf? Dat zo'n Tata, hoe gaat dat besluitvormingsprocessen, de cultuur, hoe is dat daar vergeleken met de EDS'en van deze beurt en zeker de KPN, ja. Lekker lokaal? Bijzonder klantgeoriënteerd. Bijzonder klantgeoriënteerd. Ja, we moeten contracten sluiten, maar ons enige doel is om die klant te laten doen wat hij eigenlijk wil gaan doen met ons samen. 24 uur werken ook. Wordt even niet een yes. Nou, geniet van het feestje, dank je.